Goedemiddag, gemeente en gasten. We heten u en jou, hier in de kerk, verbonden op afstand, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Van Ree ons voor. En het thema van de dienst is Jezus, God en mens. De Bijbelgedeelten die we lezen zijn Johannes 1, vers 1 tot en met 14. En Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. Een afkondiging namens de diaconie. Het is vandaag hulpverleningszondag. En sinds de watersnoodramp is er één zondag in het jaar die in het teken staat van hulp aan de naaste in nood. En juist nu Nederland steeds meer een zendingsland wordt, hebben we als kerk een verantwoordelijkheid. De diaconie collecteert daarom ook vanmiddag voor hulp aan deze naaste in binnen- en buitenland. De collecte bevelen we van harte bij u aan. Het is ook mogelijk om een gift rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie. Dat is per abuis niet op de zondagsbrief gekomen, maar u kunt dat vinden op de website. Of wellicht staat het nog in uw recent gebruikte rekeningen van internetbankieren. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk, die kunt u overmaken op het bekende rekeningnummer. We beginnen deze dienst nu met het zingen van de schoolpsalm. En dat is vanmiddag psalm 84 vers 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus,
die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 13e en het 14e vers. Het zal gaan over de persoon van de Heer Jezus. Hij is God en mens. En wij zingen over de komst van de grote koning die tot ons komt in schere naam. Zo is ook de Heer Jezus mens geworden als zoon van God. Hij heeft menselijk vlees en bloed aangenomen en is tegelijkertijd ook die hemelse koning. We zingen Psalm 118, vers 13 en 14. Wij zingen samen over deze God en wij mogen hem ook belijden als de drie-enige Vader, Zoon en Heilige Geest. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we willen daarna het opnieuw uitzingen voor hem, voor zijn troon en hier beneden waar zijn naam wordt beleden. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden.
En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu met elkaar bidden en de Heere danken dat Hij ons ook vanmiddag bijeenbrengt als gemeente. Wij willen in onze dankzegging ook denken aan Bente Averink van de Marshallstraat in Zetten. Zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis vandaag. We zijn daar de Heere dankbaar voor. Er waren ook weer heel wat zorgen om haar gezondheid. We willen ook samen bidden voor onze broeder Beckerman van de Stationstraat 73A. Er is eerder darmkanker bij hem gevonden en hij moet daar ook behandelingen voor ondergaan. Eerdere chemotherapie, dat verdroeg hij niet. Hij zou morgen met een lichtere vorm van chemotherapie beginnen, maar het gaat niet goed met hem. Hij heeft veel pijn en hij voelt ook zijn krachten afnemen. Dus of die therapie, chemotherapie ook door kan gaan, dat is nog de vraag. Laten wij samen ook voor hem en met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u om uw heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, te loven en te prijzen. Dat mochten we al zingend doen. En dat mogen we ook in deze dienst, Heren, horen. Hoe die naam van u is en hoe uw naam is, Heren Jezus. De koning die tot ons komt. De koning die als vorst van alle heren van deze aarde regeert en u leeft in eeuwigheid. En tegelijkertijd, heren, mogen wij u kennen en kunnen wij u kennen omdat u mens bent geworden. Menselijk vlees en bloed hebt aangenomen en onder ons hebt gewoond en uw woord getuigt ervan. De oor en oog getuigen. Heere, u heeft ze door uw Heilige Geest willen gebruiken om ook ons te laten weten dat u op deze aarde gekomen bent en dat de prediking van uw koninkrijk, het evangelie van uw naam, over het rond van deze aarde mag worden verspreid. Heere, wat is dat een heerlijk wonder. Wat hebben we dan reden om het hooggestemd samen te zingen? Wie bent u toch, Heer? Wie is aan u gelijk? Wij willen u loven en prijzen en wilt u ons ook reden geven om dat te doen? Wanneer we vanmiddag stil mogen staan bij dat wonder
dat u, Heer Jezus, zowel volkomen God als ook volkomen mens bent geweest. En nog bent. Heer, dan raken we aan dingen die ons begripsvermogen te boven gaan. Die wij met onze logica niet bij elkaar krijgen. Maar Heer, wilt u ons er toch iets van laten zien, zoals uw woord er ook over spreekt. Als we dat ook aan de hand van de belijdenis mogen onderzoeken vanmiddag. En dat we ons dan verwonderen. Verwonderen over zoveel van uw majesteit en macht. Zoveel ook van uw genade en liefde. Voor verloren zondaar. Heer, en zo zijn we ook vanmiddag hier bijeen. We belijden het voor u. Wij hebben geen recht dat u naar ons vanmiddag zou omzien. En dat u met uw Heilige Geest hier de rijen doorgaat. En ons zou aanraken met uw geest en met uw woord. Heer, als het aan ons zou moeten liggen. Dan is er slechts tekort en schuld. Maar wij bidden u eerbiedig. Neemt u onze zonden weg. Ja, Heer Jezus, daarvoor bent u toch ook gekomen. Als de Zoon van uw Vader. Opdat u in onze plaats zou staan. En in onze plaats de zonde zou dragen. En de schuld op u zou nemen. Opdat wij vrij zouden zijn. Heere, geef dat we dat mogen geloven. Ja, dat dat dan ook van ons wordt. En we dat in geloof mogen toe-eigenen. Heere, werk door uw woord en de prediking van uw woord dan ook vanmiddag. Hier in de kerk en ook thuis als we op afstand verbonden zijn. En bereid ons zo samen uw zegen. Heere, wij willen ook aan u opdragen, onze broeder Beckerman van de Stationstraat, die voelt, Heere, dat hij erg ziek is. Hij heeft veel pijn, ligt op bed. Hij voelt zijn krachten minder worden. Heere, wilt u bij hem en bij zijn vrouw en bij Ferdinand en Mariska en Corine zijn? Heere, neemt u ze in uw hoede. U weet, Heere, wat dit alles ook doet. En wij weten niet hoe uw weg precies zal zijn, maar wij bidden u. Gaat u alstublieft mee. En wilt u het goed maken, Heere? Ja, wilt u geven dat de wens van zijn hart ook werkelijkheid mag worden. Namelijk dat u, Heer Jezus, het rustpunt van zijn hart zal zijn. En wij danken u dat ook voor hem wilt zijn. En wilt u dan zo meegaan, hoe de weg ook verder gaat. Wij leggen het in uw hand. Wij danken u, Heer, dat Bente Averink weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, nadat er ook eerder weer zorgen waren over haar gezondheid. Heere, u geeft opnieuw dat ze naar huis mag terugkeren. Ze is een kind van veel gebeden. En wij bidden ook nu voor haar en voor haar ouders en voor alle die om haar heen staan. Heere, neemt u haar in uw zorgende handen en wilt u haar leiden. Wij danken u dat u krachten wil geven, Heere, naar datgene wat we ook te dragen hebben. Ook al kan het soms zo voelen dat u dat niet doet en dat we kracht tekort komen. Heere, weest u met allen die te maken hebben met ziekte, met behandelingen. Als we met psychische klachten kampen, Heere, weest u ons nabij en schenkt u ons uw licht en hulp. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan onze gemeente. Wilt u onze gemeente bouwen op het fundament dat gelegd is in u, Heere Jezus, en in uw woord? Wilt u goede momenten van toerusting geven, ook door de weeks? Wij danken u voor het verenigingswerk.
Wij danken u voor alles wat gebeuren mag, ook vanuit het kerkraadswerk. Heere, wilt u ook dat zegenen? Heere, laat zo de gemeente worden gebouwd tot eer van uw naam. En wilt u ons ook bewaren voor de kleine vossen die de wijngaard verderven? Heere, wilt u ze geen kans geven? En geef ons er ook oog voor. Daar waar wij pal moeten staan voor de dingen van u, voor uw woord en voor het leven naar uw woord. En Heere, dat we zo ook samen uw weg mogen vinden achter u aan, Heere Jezus, als het hoofd van uw kerk en gemeente. Heere, wilt u zo ook deze middag uw zegen geven bij de opening van uw woord. Geef woorden om te spreken. Geef een ieder die een taak heeft wat nodig is om het tot eer van u te kunnen volbrengen. En hoor ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, het gebeurde tijdens een mooie vakantie in het buitenland. Een groep bergbeklimmers die maakte een mooie wandeling hoog in de bergen. En toen vonden ze daar een grot. Een grot met een grote ingang. En nieuwsgierig gingen er een aantal naar binnen om daar eens te kijken. En ze hadden wat zaklantaarns bij zich, van die lampen. En ze liepen de grot in en die werd, naarmate je verder kwam, steeds krapper en nauwer. En achter in de grot was nog een soort doorgang. En een paar klimmers die durfden het aan om daar doorheen te gaan. Ze kropen erdoor, door een soort smalle gang. En toen, opeens, begon het achter hen te rommelen. En die nauwe gang waar ze net doorheen waren gekropen, die stortte in. Er vielen rotsblokken uit het plafond en allemaal grond en aarde verschoof. En de ingang werd afgesloten. Al snel kwam er een reddingsactie op gang. Maar omdat het hoog in de bergen was, konden de reddingswerkers geen gebruik maken van allemaal graafmachines om die grote stenen weg te halen. Dus ze moesten het proberen met andere, kleine gereedschappen om dat te doen, maar steeds mislukte het. Zodra ze een stukje van de gang weer vrij hadden gemaakt, dan stortte er weer een ander stuk in. En op een zeker moment hadden ze een klein gat. Dat hield het. Maar het was te klein om die opgesloten klimmers doorheen te laten kruipen. We hebben iemand nodig, zeiden ze toen tegen elkaar, die klein genoeg is om door het gat te kruipen en tegelijkertijd ook sterk genoeg om vanaf de andere kant mee te helpen met het ruim maken van die ingestorte gang. Ik weet iemand, zei een van de reddingswerkers uit het dorp. En in het dorp woonde een kleine jongen. Die was klein, maar ook sterk. En het lukte om hem door dat kleine gat te laten kruipen en aan de andere kant rotsblokken weg te halen samen met de klimmers die opgesloten waren. En zo kwam er uiteindelijk een grotere opening en de klimmers werden gered. Iemand die klein genoeg is, maar ook sterk genoeg. Nou, jongens en meisjes, daarover gaat het in de preek vanmiddag. Zo is het met ons ook. Wij lijken net op die klimmers die vastzitten in een grot. Wij zitten in de grot vast van onze zonde en schuld voor de Heere God. En daar kun je alleen van verlost worden als er iemand je komt redden, die klein genoeg is om mens te zijn en sterk genoeg om de zonde echt weg te nemen. Nou, die iemand is gekomen, dat is de Heere Jezus. Hij werd als de grote Zoon van God een klein mens. Maar hij was niet alleen maar mens toen. Hij was ook nog steeds God. En daarom sterk genoeg om ons te redden van onze zonde. Hij stierf aan het kruis, maar was sterk genoeg om ook op de derde dag op te staan uit het graf. En daarom is de Heer Jezus, zegt de Bijbel, de redder en de verlosser die God gestuurd heeft om ook jou
en mij te verlossen. Gemeente, we gaan lezen uit Johannes 1, daarvan vers 1 tot en met 14. En daarna uit Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. En na deze twee schriftlezingen zingen we uit Psalm 89, vers 3 en 12. Johannes 1, vers 1 tot en met 14 lezen wij allereerst. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De tweede schriftlezing vindt u in Filippenzen, hoofdstuk 2. En we lezen dan vers 5 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 5 tot en met vers 11. Daar schrijft de apostel Paulus: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Here is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover.
Na de preek zingen we Psalm 145, het eerste vers. Psalm 145, vers 1. Na het amen van de preek. Gemeente, wij mogen de schriften van deze middag openen. We hebben dat ook gedaan en doen dat nu aan de hand van de artikelen 18 en 19 van de belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis. En van artikel 18 lees ik alleen het eerste gedeelte. Artikel 18, daar belijdt de kerk en we belijden het mee. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft, door zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden, op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden, door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een echte menselijke ziel om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij ze beide aannemen om beiden te behouden. En dan in het tweede gedeelte van artikel 18 wordt ingegaan op de ketterij van de wederdopers die ontkennen dat Christus van zijn moeder menselijk vlees aangenomen heeft. En dan worden er heel wat vindplaatsen benoemd in de Bijbel waaruit dat blijkt. En dan lezen we verder in artikel 19. Wij geloven dat de persoon van de Zoon door deze ontvangenis onafscheidelijk verenigd en verbonden is met de menselijke natuur, zodat er geen twee zonen van God en geen twee personen zijn, maar twee naturen in één persoon verenigd. Waarbij elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudt. Evenals de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin van dagen of einde van leven, en aarde en hemel vervult, zo heeft ook de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven, dat wel een begin van dagen heeft, eindig van aard is, en alles behoudt wat bij een echt lichaam behoort. En hoewel hij haar door zijn opstanding onsterfelijkheid heeft gegeven, heeft hij de echtheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, omdat ons behoud en onze opstanding mede van de echtheid van zijn lichaam afhankelijk zijn. Maar deze twee naturen zijn zo in één persoon verenigd, dat zij zelfs door zijn dood niet gescheiden werden. Zo was dus wat hij bij zijn sterven in de handen van zijn vader heeft overgegeven, een echt menselijke geest die zijn lichaam verliet. Maar intussen bleef de goddelijke natuur steeds met de menselijke verenigd, ook toen hij in het graf lag. De godheid hield niet op in hem te zijn, evenals zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich korte tijd niet openbaarde. Hierom belijden wij dat hij werkelijk God en werkelijk mens is, namelijk werkelijk God om door zijn kracht de dood te overwinnen en werkelijk mens om in de zwakheid van zijn vlees voor ons te kunnen sterven. Tot zover deze beide artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Thema voor de preek is Jezus, God en mens. We letten op zijn afkomst, zijn werk en zijn zegen. Ja, gemeente, vanmiddag staan wij stil bij deze twee artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en we hebben ze zojuist gelezen. En het kan zomaar zijn dat ze nogal technisch en ingewikkeld op u zijn overgekomen. Artikel 18 gaat over de menswording van Gods Zoon. En artikel 19 over de twee naturen van Christus. Nou, dat zijn nogal ingewikkelde dingen. Als kind kreeg ik wel eens bouwtekeningen onder ogen die mijn vader had meegebracht van zijn werk. Hij had een baan als rekenkundig constructeur en dan moest hij vaak de berekeningen en de tekeningen van anderen controleren. En een enkele keer nam hij dat wel eens mee naar huis, dan moest hij er 's avonds nog wat aan werken voor de volgende dag. En dan keek ik wel eens mee. En dan snapte ik er niks van.
Wat moest dat nou allemaal voorstellen, wat er op dat papier stond? Ik zag lijnen en vormen, allerlei getallen en tekens. En dan vroeg ik het, wat moet dit gaan worden? En dan legde mijn vader altijd uit dat hij bezig was met een bepaald project, met een brug of zo. En de tekening waar hij naar keek, was er een stukje van. En dan legde hij me ook uit welk stukje precies en hoe dat dan zat. En hij wees het aan op de bouwtekening. Ja, en soms zag ik het dan een beetje. Maar nog steeds was er een heleboel wat op die tekening stond voor mij ook abracadabra. Gelukkig dat mijn vader wist wat het allemaal betekende, want ik kon er geen wijs uit. Nou, gemeente, zo kun je bij deze artikelen ook het gevoel hebben. Dit is misschien wel stof voor de experts, voor degenen die ervoor hebben doorgeleerd, de theologen. Die snappen dit vast. Want gemeente, je kunt deze artikelen ook een soort bouwtekening noemen. Eerbied gesproken, de bouwtekening van de Verlosser, van de Messias, de Christus. Wat voor iemand moet dat zijn? Wat voor iemand was en is Jezus? En dan gaat het niet om hoe wij ons Jezus doorgaans voorstellen als we over hem lezen in de evangeliën. Jezus die wondertekenen doet en die onderwijs geeft en het evangelie van het koninkrijk van zijn vader predikt. Nee, gemeente Guido de Bree, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die wil als het ware in deze artikelen er ook achter kijken. Zoals eigenlijk achter die brug die gebouwd wordt, die bouwtekening zit. Met allerlei berekeningen en allerlei waardes en die zijn allemaal ook belangrijk. Zodat die brug de juiste sterkte en kracht heeft om het verkeer te dragen. Nou, gemeente, zo beschrijven artikelen 18 en 19 nou wie de Heer Jezus is. Wat zit er nou eigenlijk achter en onder? Ja, dan kun je het gevoel krijgen van, nou, dat moeten we misschien maar aan dominees overlaten of aan theologisch geïnteresseerden. Wat moeten wij daar nou precies mee vanmiddag als gemeente? Nou ja, vraag het eens aan een moslim die tot geloof gekomen is. In Jezus, Isa, als de Verlosser. Afgelopen donderdag was er een ex-moslima te gast in twee categorisatiegroepen. Opgegroeid als moslim, ze geloofde in Allah, in Mohammed als diens profeet. En ze hield zich zo goed mogelijk aan alle voorschriften die daarbij horen en die ze van huis uit ook had geleerd vanuit de Koran. Vasten, je handen wassen, 5 keer per dag bidden. Totdat iemand haar vertelde over Jezus en eerst wilde ze er niks van horen. Maar op een zeker moment, zo zei ze het, raakte God mij aan. En toen ging ze de Koran en de Bijbel vergelijken. En wat was het verschil? Jezus. Ze leerde hoe bijzonder de Heer Jezus is. Mohammed hield zich bezig met een hoop vrouwen. Maar Jezus is zo anders. Bij hem is liefde en genade. Bij hem hoef je ook niet te voldoen aan een hele hoop regels. En als je niet voldoet, dan zwaait er wat. Straf, nee, gemeente. Bij hem is vergeving en ontferming. Want hij is zowel God als mens. Zo ontdekten ze. Zo ontdekken veel moslims het. Die tot geloof komen in de Heer Jezus. Jezus is uniek. En daarom, gemeente, is het goed wanneer we ons daar ook in verdiepen. Alleen al om anderen daar de weg in te kunnen wijzen. Als we geroepen worden om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat je dan iets van een antwoord weet. Want gemeente, die hoop die kan er alleen maar zijn. En die houdt het alleen maar wanneer je weet wie Jezus is. Hoe bijzonder en uniek hij is. En wat dat dan ook is, dat bijzondere en unieke. Opdat je hem ook zou eren en verheerlijken, want dat is ook wat de belijdenis, waarin de belijdenis ons voor wil gaan.
Namelijk dat we zijn naam nog groter zouden maken. En dat we dan ook waken voor dwaalleer op dit punt. Want dat is er door de eeuwen heen ook steeds geweest. Er heeft wat gespeeld rondom wie de Heer Jezus nou zou zijn. Dwaalleer die de inhoud van de Bijbel geweld aan doet. Bijvoorbeeld dat Jezus alleen mens zou zijn geweest. En daarmee een soort voorbeeld voor ons allen. Maar geen verlosser die door zijn sterven zich van onze schuld en ons van onze schuld en zonde verlost. Nou, dat we zo dus ook een helder getuigenis voor de wereld kunnen laten horen. En dan hoeft u vanmiddag niet alles te begrijpen, want niet alles is te begrijpen. Wij horen vanmiddag over wonderlijke dingen. Menselijkerwijs gesproken niet mogelijk. Maar daar zit hem nou ook meteen het punt. Menselijkerwijs gesproken. Wat wij mensen voor mogelijk houden. Dat is datgene wat past binnen de mal van ons voorstellingsvermogen. Maar gemeente, als dat de maat is waarmee je alles meet, dat alleen waar is en van waarde is wat je begrijpen kunt, dan zul je je nooit meer verwonderen. Dan blijft er geen ruimte over voor Psalm 89, vers 3. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? Hoort u de verwondering? Wie is met u gelijk te schatten? Nou, gemeente, laten we dan nu toekomen aan de inhoud van deze artikelen. Wie is Jezus? Op die vraag wordt hier ingegaan. En dan letten we allereerst op zijn afkomst. Want je afkomst zegt iets over wie je bent immers. Dat is niet altijd zo, dat is niet per se helemaal zo. Maar het is wel een van de belangrijke onderdelen die bepalen wie je bent. Dat is een bekend gegeven. Als iemand is opgegroeid in een gezin bijvoorbeeld waar niet zoveel liefde was en veel onveiligheid. Als er misschien geweld was tussen de ouders of tussen ouders en kinderen. Dan neem je zo'n afkomst mee de rest van je leven in. En in dit geval zal dat misschien wel heel wat problemen kunnen geven. Nou, gemeente, zo draagt de Heer Jezus ook een afkomst met zich mee. En die afkomst is tweeledig. Tweeërlei. Zijn eerste afkomst is van goddelijke oorsprong. Dat is waar artikel 18 mee begint. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten, dat God die belofte vervuld heeft door zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Met in de Heer Jezus heeft u dus te maken met Gods eigen enig geboren en eeuwige zoon. Zie je dat meteen? Nou, als je let op hoe dat bij de discipelen is gegaan, dan is het antwoord nee. Dat zie je niet meteen. Als we de Heer Jezus tegenkomen, gemeente, in de evangelieën, dan leer je hem vooral kennen in die andere afkomst van hem, namelijk als mens, daar gaat het zo nog over. Jezus is God gehuld in het vlees. Hij is Gods zoon van eeuwigheid die er al was voor de schepping. Als één persoon van de drie eenheid, dat is ook zo'n mysterie wat je verstand te boven gaat. Ik laat dat nu verder liggen. Maar deze goddelijke persoon, die is mens geworden. Hij heeft menselijk vlees en bloed aangenomen. En jongens en meisjes, jullie weten wanneer dat gebeurd is. Wanneer is de Heer Jezus mens geworden? Wanneer hebben de mensen hem voor het eerst als mens gezien, die zoon van God? Nou, dat is in Bethlehem, in de stal. Daar ligt hij als een gewone baby in de kribbe. En we hebben er ook over gelezen in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Gemeente, met dat woord wordt de zoon bedoeld. Hij was bij God. Hij was zelf God. En je merkt hoe Johannes onder leiding van de Heilige Geest probeert te beschrijven wat eigenlijk onbeschrijfelijk is. En in vers 14 staat dan, het woord is vlees geworden.
en heeft onder ons gewoond. En dan staat er nog wat achter. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Wij, zegt Johannes, wij de oor en de oog getuigen, we hebben hem gezien, we hebben hem leren kennen als mens. En we hebben ook zijn heerlijkheid gezien. En die heerlijkheid is goddelijke heerlijkheid. Als je op hem let, als je hem leert kennen, dan ga je het zien. Zoals je achter een wolkenluchtgemeente soms opeens de zon ontdekt. Die wolken die kunnen dat licht van de zon niet helemaal bedekken. Nou gemeente, zo is de heerlijkheid van God te zien geweest in de Heer Jezus toen die als mens op aarde was. En het breekt ook steeds weer naar buiten. Gods glorie. Je ziet het schitteren, gemeente, als de Heer Jezus de zieken geneest. Je ziet het schitteren op de paasmorgen, als het graf leeg is en Johannes die was er ook naartoe gelopen. Ja, zelfs aan het kruis kun je het zien en horen. Goed, daar is Gods Zoon vooral gehuld in het vlees. Daar zijn de wolken van Gods toren, alles verduisterend. Letterlijk. In de 3 uren voorafgaand aan zijn sterven hangt de Heer Jezus in totale duisternis aan het kruis. Maar gemeente, in de uren die daaraan voorafgaan, zie je nog steeds een glorie, goddelijke glorie. Denk aan de kruiswoorden. Wat hij zegt tegen de mensen die onderaan het kruis staan te spotten. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En je hoort het in wat hij zegt tegen die ene moordenaar naast hem. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Met de Jezus is God. God op aarde. En daarmee volstrekt uniek. Want gemeente, dat nou God, en zo mag u het dus echt zeggen, hè? Dat nou God tussen ons mensen is gekomen. Dat is toch ongehoord? Als je daar eens over nadenkt. Er is namelijk nog die tweede afkomst ook, en dat is een menselijke afkomst. De Bijbelschrijvers die getuigen ieder afzonderlijk dat Jezus God is. Maar ze vertellen ook dat Jezus mens is geworden in de lijn van de belofte van het Oude Testament. Wij belijden dan, zegt artikel 18, dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft. Jezus heeft dus ook een menselijk volgeslacht. En langs die weg komt Gods heil. Ja, de zondeval, is dat er niet opeens? Nee, de Heere laat zijn heil komen in de geschiedenis. Er gaat tijd overheen, eeuwen duurt het. Het begint met Adam en Eva. Wanneer ze gezondigd hebben, dan geeft God meteen al zijn belofte. Hij spreekt de slang toe, de duivel en zijn rijk, en dan belooft hij, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat laatste nageslacht staat er in het enkelvoud. Het nageslacht van de slang in het veelvoud en het nageslacht van de vrouw in het enkelvoud. Het zal slaan op 1 enkel mens, op de Messias, de Verlosser. En die zal u, zegt hij tegen de duivel, die zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En gemeente, die belofte, de moederbelofte, die wordt in allerlei toonaarden en vormen verder gedragen, de geschiedenis in. En in dat opzicht zou je het Oude Testament het schetsboek van Jezus kunnen noemen. Als een schilder in een schetsboek werkt, dan tekent hij vaak met potlood of met houtskool de contouren van datgene wat hij straks op een doek gaat schilderen.
En die contouren die zet hij door allemaal verschillende lijnen te maken. Ja, en soms stuft hij wel eens een beetje uit. Zo moet het toch niet? Nou gemeente, zo is nou het Oude Testament het schetsboek van de Messias. Je ziet daar al allerlei trekken van hoe de verlosser zal zijn en zal moeten zijn. In sommige Bijbelse personen ontdek je het. Maar nooit is het helemaal. Wel schetslijnen. Denkt u aan Noach. Aan Abraham. Isaac en Jacob. Denkt u aan Mozes en Jozua. Aan David en Salomo. Aan Hiskia en zoveel meer. Nou gemeente, zo maakt Gods heilgeschiedenis. Waarom is dat nou eigenlijk? Waarom heeft de Heere God het niet in één keer laten komen na de zondeval? Nou, het enige echte antwoord is, dat weten we niet. Dat is in Gods raad verborgen. Hij heeft het zo besloten. Maar je kunt er wel iets van zien. Namelijk dat gedurende die geschiedenis in het Oude Testament ook duidelijk moet worden wat er niet bij hoort. Bij de Messias en zijn rijk. En dat wij mensen Gods heil niet kunnen brengen. Dat er van ons mensen niets te verwachten is. Zoals je dat steeds ziet bij die, ook bij die belangrijke Bijbelse personen, Noach, die na gered te zijn door de zondvloed heen, dronken in zijn tent ligt. Abraham, die niet langer meer kan wachten en het aanlegt met Hagar. Mozes, die op de rots slaat uit ongeduld en boosheid. David, die de man naar Gods hart is, maar ook de moordenaar van Uria en overspel pleegt met Batseba. Er wordt in dat schetsboek van het Oude Testament ook heel wat gestuft, gemeente. Om te laten zien wat er niet bij hoort. Want ondertussen zit Satan ook niet stil. Hij wil verhinderen dat die ene geboren zou worden. Hij wil de menswording van Gods zoon blokkeren door het volk Israël zich te laten vermengen met de heidenen bijvoorbeeld. Of door het volk uit te roeien onder de farao in Egypte. Of door de haat van Saul tegen David. En zelfs na Jezus' geboorte. De kindermoord in Bethlehem. Maar het mag niet baten. God laat zijn belofte in vervulling gaan. En zijn zoon wordt geboren. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes. En het heeft onder ons gewoond. Gewoon in een huis, zoals wij onze huizen hebben. Hij heeft gelopen gewoon op de straten, zoals wij over de straten gaan. Hij heeft onder ons gewoond. En Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Met de Jezus heeft dus een goddelijke en een menselijke afkomst. En je ziet het bij elkaar komen. Bij zijn geboorte. Bij zijn ontvangenis. Hij wordt ontvangen van de Heilige Geest. En geboren uit de maagd Maria. God en mens. Zonder tussenkomst van een man, zegt de belijdenis. Helemaal God, helemaal mens. Gemeente, hoe je dat verder moet zien, daar gaat artikel 19 op in. Helemaal God, helemaal mens. In vogelvlucht, die twee naturen, die zijn niet gedeeld en gescheiden. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, dit hoort nu echt bij Jezus' menselijke natuur en daar is hij even geen God. En dat bij zijn goddelijke natuur en dan is hij even geen mens. Zo is het niet. Hij zit altijd op elk moment allebei, zowel God als mens. En tegelijkertijd, zegt artikel 19, worden zijn naturen ook niet vermengd en veranderd. Er wordt niet een soort mengvorm van God en mens gemaakt. Nee, hij is helemaal mens. Niet een soort menselijke superheld met speciale krachten. Hij is helemaal mens, met alle menselijke zwaktes en kwetsbaarheden. Behalve dan dat hij geen zonde gedaan heeft.
Maar verder is hij ons in alles gelijk geworden. En hij is tegelijkertijd ook helemaal God als hij op aarde is. Volkomen heilig, volkomen machtig, volkomen goed, volkomen rechtvaardig. Ja, helemaal uniek dus. Twee naturen in één persoon, in één gestalte. God en mens. En dat is ook nodig om zijn verlossingswerk te kunnen doen. Want dan kom ik bij het tweede, zijn werk. In wat Jezus kon doen, gemeente, herken je dat ook terug. Die twee delen, het menselijke en het goddelijke. Eerst zijn menselijke natuur. In Filippenzen 2 hebben we gelezen dat Jezus, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus is dus als Gods zoon een dienaar, een slaaf op aarde geworden. Kijk, een slaaf of een dienaar, dat is iemand die zijn werk niet vrijwillig doet, maar die dat moet doen, die daartoe gedwongen wordt. Kijk, en dan zou je kunnen zeggen dat Jezus vrijwillig dienaar is geworden. Want er staat, hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Dat betekent, hij heeft daar niet koste wat kost aan vast willen houden. Aan die heerlijkheid en die volkomenheid waarin hij was toen hij bij de Vader was. Nee, hij heeft daar vrijwillig afstand van gedaan. En hij daalt uit de hemel neer. Om mens te worden. Vrijwillig. Maar gemeente, tegelijkertijd wordt hij dan wel vrijwillig dienaar. Slaaf. En een slaaf voert niet zijn eigen wil uit, maar de wil van een ander. Jezus voert de wil uit van hem die hem gezonden heeft. De wil van zijn Vader. En dat is ook zijn eigen wil, want de wil van de Vader en de Zoon die zijn één. Ze zijn tenslotte ook één. Wat is die wil? Die wil is dat de verlossing zal zijn. Voor verlorenen. Voor zondaren die gevangen zitten in de grot van hun ellende. En daar zitten ze in het duister. Ze hebben misschien een tijd wat licht, kunstlicht. Maar op de duur dooft het uit. Als het niet aangesloten is op een bron van leven en licht. De verbinding verbroken. Gemeente, dat is wie wij zijn. U en ik, we zitten in onszelf gevangen in een aards bestaan waar Gods oordeel op rust. En we lopen rond met een hart dat de verbinding kwijt is. En je bent in jezelf gedoemd tot eeuwig sterven. Maar nu komt er van de andere kant, van zijn kant, verlossing. Gods zoon wordt mens. Hij wordt zoals wij. Zodat hij aan onze kant kan staan. En tegelijkertijd als God ook de verbinding kan leggen. Denk aan het verhaal van voor de kinderen van daarnet. We hebben een verlosser nodig, gemeente, die klein genoeg is. Die mens is zoals wij. Maar ook sterk genoeg is. In Jezus wordt het werkelijkheid. Klein genoeg, want hij wordt gewoon mens. Mens onder de mensen, maar sterk genoeg. Want hij is tegelijkertijd God. Met goddelijke kracht bezet om het rijk van de duisternis te overwinnen. Zoals het aan het eind van artikel 19 wordt verwoord. Hierom belijden wij dat hij werkelijk God en werkelijk mens is. Hierom is het, waarom het toch belangrijk is om je hiermee bezig te houden. En dan is er een dubbele punt. Hij is werkelijk God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En werkelijk mens om in de zwakheid van zijn vlees voor ons te kunnen sterven. In onze plaats heeft hij de straf willen dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gemeente, Jezus' werk is zowel goddelijk als menselijk.
goddelijk, omdat hij gezonden is door zijn Vader, om zondaren te redden van de eeuwige ondergang. En menselijk, omdat hij een dienaar is geworden, nederig van hart. En zegt Paulus, laat die gezindheid nou ook in u zijn. Bent u ook bereid tot die nederigheid? Om je eigen ik, jezelf te offeren zoals Jezus zich geofferd heeft voor zijn vijanden. Gemeente, als we afzien van onszelf en als je kijkt, opziet naar Jezus, dan komt er ruimte voor het werk van de Heilige Geest in je hart. Dan mag je je vrij en bevrijd weten van zonde en ongerechtigheid. Ja, en dan ben ik al aangekomen bij de zegen die Jezus brengt, dat is het derde. Er ligt een geweldige zegen in het feit dat Jezus zowel God als mens is geweest en nog is. Want dat maakt dat wij aan de ene kant iemand hebben die in alles verzocht is geweest zoals wij. Denk u het even in. Want als wij moeilijke dingen meemaken, dan kan het zijn dat mensen je willen troosten. Maar je kunt dan ook wel eens ervaren dat dat toch niet helemaal past of zo, of raakt aan waar jij op dat moment mee zit. Soms kunnen wij mensen ook wel gemakkelijk en goedkoop troosten. Vast wel welgemeend overigens. Maar het komt dan toch niet helemaal over. Omdat die ander niet precies weet wat jij doormaakt. Maar nou hebben we in de Heer Jezus iemand die alles heeft meegemaakt. Wat u en ik meemaken. Die ons door en door kent. Ja, zegt Jesaja 53, hij heeft ook onze ziekten op zich genomen. En onze ongerechtigheden gedragen. Ons leed verdragen. Dus als wij nou in ons gebed ons op hem richten. Tot hem gaan. Met al die dingen. Met al je pijn en verdriet, met je moeite en vragen. Weet je, dan spreek je met iemand die een lotgenoot is. Die het precies weet, want hij is mens geworden. Dat is toch troostend, of niet? En daarom mag u ook vertrouwelijk met hem omgaan. Zet de Heer Jezus in uw gebed niet te veel op afstand. Het is waar, hij is God en hoog verheven. Dat is zeker waar. Hij is helemaal mens geworden. En dat is zo, maakt artikel 19 duidelijk, niet opgehouden toen hij gestorven was en ook was opgestaan. Nee, hij is naar zijn menselijke natuur opgevaren naar de hemel. Door zijn opstanding, door de opstanding heen heeft zijn lichaam onsterfelijkheid gekregen. Zoals dat ook voor al Gods kinderen zal zijn bij de wederkomst. Weet je, dan gaan de graven open van onze geliefden. Dan worden al die gelovigen van al die eeuwen heen, die ontvangen een nieuw verheerlijk lichaam. Dat onsterfelijk is, dat niet meer rust onder het oordeel van de dood. Maar dat daarvan verlost is. Omdat Hij, Jezus, ons is voorgegaan. Dan zal ook je lichaam eeuwige heerlijkheid ontvangen. Zoals Jezus' lichaam nu in die goddelijke heerlijkheid deelt. En daarom, zegt Guido de Bree, hebben ook de wederdopers geen gelijk. We hebben dat niet helemaal gelezen in artikel 18. De wederdopers die ontkennen dat Christus van zijn moeder dat Christus van zijn moeder menselijk vlees aangenomen heeft. Dat ontkennen ze. De wederdopers die achten het lichaam minder belangrijk dan je ziel. Daar gaat het om. En dan zou Jezus een soort schijnlichaam hebben gehad. Maar zo is het niet. Je lichaam doet ertoe. Weet je, wat is het een troost? Dat wij ons dan met lichaam en ziel het eigendom mogen weten van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus.
Want gemeente, hij heeft niet alleen onze ziekte op zich genomen en onze lichamelijke lasten, maar ook onze zonden. Je gescheiden zijn van God, dat gevangen zitten. Hij is in onze plaats gaan staan. Plaatsvervanger om Gods straf op onze zonde te dragen. Hij sterft aan het kruis mijn dood, opdat ik een andere soort dood slechts zou hoeven sterven. Een dood die weliswaar het lichaam in het graf brengt, maar je ziel in Gods zaligheid. Het is een geweldige zegen en troost te mogen weten dat zo Jezus 100% mens is. En een even grote zegen en troost dat hij zo 100% God is. En heeft voldaan aan alles waar wij aan hadden moeten voldoen, maar dat niet kunnen. Want gemeente, als hij die God is en die mens, die heiland, ja, dan heb je een machtig heiland aan je zijde. Krachtig genoeg om je te redden voor eeuwig. En menselijk genoeg, zodat je jezelf in hem mag herkennen. En hij naast je staat. Dan heb je reden om hem groot te maken. Zullen we dat nu ook doen met Psalm 145? O God, mijn God, gij allervorsten hier, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heer, dat hebben al vele geslachten, vele generaties gedaan. Uw werk en uw almacht loven. En Heer, daar is alle reden toe om dat het zo bijzonder is wie u, Heer Jezus, bent en wie ook u ook wilde worden. Mens zoals wij. Heer, wat een geweldige genade. Dat u niet hebt vastgehouden aan de heerlijkheid waarin u was. Maar dat u in deze wereld, deze duistere wereld, door de zonde verduisterd en bij u vandaan gevallen. Dat u in deze wereld wilde komen. Om daar verlossing aan te brengen. Verlossing, Heer, voor allen die in uw naam geloven. Die in u het licht zien en gaan zien. Dat schijnt in de duisternis van ons eigen zondige bestaan. Heere, geef dat ook wij dat licht zullen zien en ook steeds weer opnieuw mogen zien. En dat we zo uw naam groot mogen maken, Heere. Dat we dat samen met uw heilige engelen mogen doen, die in de hemel u de eer bewijzen. Als de koning van alle koningen. En dat wij hier op aarde dat mee mogen doen en ons daarin ook mogen oefenen. Heer, u geeft ons daarin ook aan elkaar in de gemeente. We mogen het samen doen. Heer, geef dat we elkaar er scherp in houden. En dat we het samen ook mogen zoeken en oefenen. Tot eer van uw heerlijke naam. Heer, we gaan de nieuwe werkweek binnen. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons op de plaatsen waar we zijn goede getuigen maken van uw naam? In woorden, in daden, met onze levenswandel. Wees met uw kerk wereldwijd. Bouw uw kerk, Heer. En wilt u in het bijzonder ook daar zijn waar ze wordt vervolgd en verdrukt? Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor hen die werken onder moslims. Om hen de vrijheid die er is in u, Heer Jezus Christus, de genade die er is bij u, te laten ontdekken. Heer, wij bidden u of u dat ook wil zegenen. Wij bidden u voor het werk in de poster. Heer, geef dat daar ook uw naam verheerlijkt mag worden. En wilt u geven dat het werk dat daar gebeuren mag, tot zegen mag zijn voor de buurt, voor de mensen die daar komen. Wij bidden u, Heer, of u uw zegen ook wil geven aan het deputaatschap diaconaat. Aan andere deputaatschappen van onze kerken die namens ons allemaal werk mogen doen in uw koninkrijk. In de verwachting van uw wederkomst. Heere, geef wat nodig is op al die onderscheiden plaatsen. Boven alles wijsheid van u. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan. Geef een goede zondagavond. Waarin we datgene wat we vandaag hebben gehoord en hebben meegekregen vanuit uw woord, ook mogen laten zinken in ons hart. Hoort u zo naar onze gebeden. En vergeef genadig wat niet is geweest naar uw wil in deze dienst. Wij bidden u dit alles. In de naam van Jezus Christus. Uw Zoon. Onze Heiland. Amen. Met u mag u gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot dan met elkaar zingen uit Psalm 72 en daarvan het 10e vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zeggen.